Waarom wil je hem interviewen? Fons Trompelaar gaf in 2012 op de Social Conference de beste talk van de hele dag, by far. Over culturele verschillen, dilemma's en hoe je door die dilemma's op een andere manier aan te pakken dan we gewend zijn, culturen met elkaar in aanraking kan brengen in plaats van dat ze met elkaar clashen. Okay. Heel mooi gegeven. Nou, dan gaan we hem interviewen zo, ja. Als hij uit de rij is. Okay. Ja. Meneer Trompelaar, fantastisch dat we weer even mogen spreken. We zijn erg benieuwd wat u vandaag gaat vertellen. Ja, ik ook. Maar ik denk dat het richting uitgaat van de wereld wordt steeds diverser. Niet zozeer in hoeveelheid, maar in ervaring. Want mensen gaan over het internet met elkaar praten. Mensen komen uit alle delen van de wereld bij elkaar. Neem Amsterdam. En onze paradigma's, de manier waarop wij de werkelijkheid in kaart brengen, is nogal bipolair. Je bent dit of je bent dat. En dat helpt niet bij het omgaan met diversiteit. Bijvoorbeeld leiderschap. Ben je top-down of ben je bottom-up? Dus er was een tijd dat mensen zeiden, zoals in Nederland, dat heet dan het poldermodel, bottom-up. En in Frankrijk is het top-down. Dat is fijn onder de Fransen en dat is fijn onder de Nederlanders. Maar nu komen ze samen en wij missen eigenlijk de manieren om dat effectief aan te spreken. En wat ik probeer te gaan zeggen is dat er manieren van denken zijn waardoor je beter gebruik kan maken van diversiteit door de tegenstellingen met elkaar te integreren. Ja. En dat heet dan dilemma management. En bijvoorbeeld servant leadership is een idee over leiderschap. Dat je door te luisteren betere beslissingen kan nemen. En dat is eigenlijk de essentie van mijn verhaal, waar ik een aantal voorbeelden geef. Bijvoorbeeld ook over marketing. Ik maak veel gebruik van HSBC's reclamecampagne, want daar zaten wij bij de wortel. En dat is namelijk connecting viewpoints. Het gaat om connecting viewpoints. En dan kan je de world's local bank worden. Ja. En dat blijkt dus internationaal heel goed te werken, omdat het een geïntegreerd concept is. Dat is in een nutshell wat ik ga vertellen. Oké. Okay. En HSBC, je noemt dat global local. Ja. Ik heb het idee dat juist door de internationalisering en ook door internet mensen elkaar in de grote schaal makkelijker weten te vinden. Maar dat je juist ook op een klein niveau verschillen groter ziet. Omdat je elkaar steeds beter dit kennen. Dat is zeer. En het is ook echt waar. Ik zou zelfs zeggen, en dat zie je bijvoorbeeld ook aan Engeland, dat je bij de Britten een weerstand tegen Europa vindt. Mm-hmm. Omdat er te veel gestandardiseerd wordt. En dat begint al bij de euro. Ja. Dus er is ook een fenomeen, behalve dat op andere niveaus, zoals regionale niveaus, de Basken, Noord-Ierland en wat heb je, zich af willen scheiden, zie je het ook gewoon op de bestaande eenheden, van als we te veel een eenheidsworst worden, ja, dan ga ik weerstand bieden. Dat betekent dus dat het dilemma management niet wordt overruled door, ach, we worden toch allemaal dezelfde. Nee. Ja. Ik vind het ook leuk als je nu kijkt naar het internet, is dat het net zoiets is als 50, 60 jaar geleden de telefoon. Er is een hele hoge correlatie tussen het telefoongebruik en het aantal files. Namelijk hoe meer je elkaar belt, hoe meer je in de auto moet gaan. Ja. En dat blijkt een fenomeen waarvan ik heb, want sommige mensen zeggen, internet zal alles standaardiseren en wij worden allemaal dezelfde. Dat geloof ik niet van. Nee. Maar dat geeft ook niet, want biodiversiteit heeft al aangetoond om te overleven dat je diversiteit nodig hebt. Dus laten we dat vooral ook houden. Ja. Dus komt het uiteindelijk dan ook allemaal neer op de hele persoonlijke en heel natuurlijke neiging van ook ergens bij willen horen, maar jezelf ook eigen willen voelen? Ja. Daar begint het? Ja, zeer waar. Ik denk dat de Amerikaan begint met ik wil mijn eigen omgeving en dan ga ik me erbij voelen. Ja. En in Japan wil je erbij voelen en de uitdaging is hoe ben ik autonoom en bijzonder. Ja. Dus de dilemma's zijn bij elk mens dezelfde. Jij geeft daar een voorbeeld van. Maar de aanvliegroute is vaak tegengesteld. Ja. Maar het dilemma blijft daar. Je ziet het ook in Amerikaanse films. Het gaat altijd over een individuele held. Die held is omdat hij iets voor een groep heeft gedaan. Een community. In Japanse films gaat het altijd over een groep. En de groep springt eruit omdat ze wat voor een individu hebben gedaan. Ja. Dus je ziet altijd films geven eigenlijk weer hoe het dilemma geslecht wordt op verschillende wijze. Ja. U bent nu, loopt al een flink aantal jaren mee. Ga je wel zien, hè? Wordt het nou beter? Gaan we nu langzamerhand beter om met die culturele verschillen? Op de manier waarop u ze schetst? Of wordt het alleen maar, moeten we eerst nog een heuveltje over? Ik denk nog wel dat we een heuveltje over moeten. Maar als ik hier bijvoorbeeld ook bij TEDx al die mensen zie, dan heb ik wel
enorm veel hoop op de jeugd die er nu is. Ik noem het even de jeugd, want als je ouder wordt is alles vergeten uit de jeugd. Maar ik moet zeggen... Mij natuurlijk. Natuurlijk. Ja, nou ja, ik zag het, want je had al een paard gegroeid. Nee, maar zonder gekheid. Ik denk dat de nieuwe generatie wel een hele bijzondere generatie is. Ja. En het is niet een patatgeneratie, niet een verwende generatie. Ja, op bepaalde aspecten, maar op andere aspecten helemaal niet. Het is een hele moeilijke wereld waar ze in leven. Maar daar heb ik veel hoop. Als ik zie, ik heb er zelf drie dochters van, laat ik zeggen, van de 20 jaren. Hè? Die zijn 20 jaar. En als ik dan zie hoe ze omgaan met het geheel, dat is geweldig. Zo makkelijk met allerlei, communicatiemiddelen, netwerken. Een mooie generatie. En dus denk ik dat het allemaal wel goed komt. Maar er is nog wel een hoop te gaan. Je mag het vooral niet onderschatten, al die verschillen. Nee. Oké, dankjewel. En ik hoop dat u het praatje vandaag blijft. Dankjewel, heel graag gedaan. Hoi.